Hier moet het nieuwe middeleeuwse dorp komen. Bij de hoek van de band bij Lauwe Zeeg. Magna Frisia wordt de naam. De initiatiefnemers jouwen tekst en uitles op het gemeentehuis in Dokkum. Je wil eigenlijk zo dicht mogelijk komen bij een realistisch landschap uit het verliezen. En het verliezen van Friesland weer toch echt op de grens van wetter en loon. En dat is daar heel mooi. En dan had je direct nog vrij zicht het wetter oer. Zonder dat je er 40 wat in beeld had. Dus dat is een hele mooie vorm. De gemeente Noord-Friesland is enthousiast door het plan. Al is de realisatie wel een uitdaging. Nou ja, het staat nu tot hetzelfde dorp in onze gemeente gebouwd worden. Dus ik denk dat we daar sowieso vergunning technisch natuurlijk om gaan werken. En misschien direct een stuk groen van ons geschikt om het op te bouwen. Maar als je voorstelt, er komt het parkeerterrein op en dan gist er nog een grut gebouw heen. Daar zit een soort van expositie. Daar zit ook een restaurant in de sfeer van de middeleeuwen, zeg maar. En daar zit de tagongspraten. En dan komt ze in een dwarpje. Een ring van diek. Bij een taluut. En daar zit een huisjes op, uit die tijd. En dan ben ik lietse stukjes lawn, wat ik vee is. Wat ik post bij die tijd. Dus wie heb ik contacten in het boetelon om lietser vee te krijgen. Hè? Want de kei uit die tijd weer volle lietser. De skiep weer volle lietser. Op zijn betiest in 2022 met Magna Frisia de Steen. En kennen meesten de oude tien op een nieuw belibje. Ja, het zal direct net bewennen voor hele dagen. Het had een soort museumfunctie, maar ik denk dat het mooi aansluit bij het Wereld Erfgoedcentrum. En zo staan zo lopen we de mensen dan nu gemeente in. En het is echt de kunst om de mensen die hier komen, en dat ben er steeds meer, om die echt te vermijden. Er moet voldoende mensen in Leeuwen, er moet ook mensen wijzen die hun er voor niks voor inzetten willen. Nou, die mensen willen we mobiliseren. Dus het kan in het schema dat ze verregen hebben, maar het is nog lang niet regelen. Maar er moet ook nog echt een vierde uitwerking komen.